Hallo allemaal, het is een nieuwe week, het is maandag, het is een deprimerende kutdag. Ik heb alleen maar aan school gezeten, aan mijn afstudeervoorstel. Hoe vaak mijn afstudeervoorstel is afgekeurd, dat is niet normaal. Maar goed, we stay strong en ik ben weer bezig. Vanavond laatste puntje op de i, lever ik hem in. Morgen heb ik een leuke dag, ga ik lekker lunchen. En ik ga naar een laserafspraak. Ja, ik ga dan denk ik gewoon met auto doen, want ik heb helemaal geen zin in het OV. Maar ik ga nu sporten, dus vind ik wel chill. Even mijn hoofd op iets anders. Dus ja, ik ga lekker sporten en dat was het. Niet zo'n bijzondere dag vandaag. Maar er komen heel veel leuke dingen aan deze week. Nou, de meiden hebben lekker gesport. Het was echt een goede dag. Heerlijk. Ja. Het was een betere dag dan normaal. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Ik heb zo meteen een laserafspraak voor mijn oksels in Amsterdam. Een broek aan en een trui. En sneakers. En ik doe mijn oranje tasje erbij. Helemaal leuk. Dus dat is de outfit. Ja, ik ga er nu meteen vandoor. Nee, ik ga eerst een koffietje drinken. En dan ga ik er vandoor. Alright, ik ben in Amsterdam. Parkeren aan de grachten, echt. Ik vind het zo eng blijven. Echt, je hoeft maar één keer verkeerd te kijken en het gaat gewoon compleet fout. Ik weet niet of ik had gezegd, maar mijn afspraak was verplaatst naar later. Het is nu 10:30. Dus ik ga zo meteen gezellig naar kantoor en dan ga ik daar lekker lunchen met de girls. Ik heb ze zo nog niet gezien. Ik mis ze echt. Ik vind het echt niet leuk. Ik heb ook nog vanochtend even gewerkt aan mijn afstudeervoorstel, dus ook heel chill. Oké, let's park 7,50 per uur. Ik weet niet waarom dit doet, maar ik ben gewoon echt fucking lui. Ik ben gewoon letterlijk. Hé, hey, staat hier geen één? Ja, sowieso. Oké, start. Ik ga erheen lopen. Nou, ik ben nu aangekomen. Ik lig lekker op de stoel. En ja, zoals ik al zei, wordt dit dus de tweede keer. En ik heb echt wel best wel veel resultaat gezien na de eerste keer. Dus dat was heel erg chill. En ja, we gaan helemaal summer ready worden. Dus lekker geen haartjes meer. Dus ik ben helemaal blij. We gaan nu het voor de tweede keer dus. Nou, het zit er eigenlijk alweer op. Het gaat super snel. Ik weet nu al dat ik de vraag ga krijgen of het pijn doet. Ja, het is in principe pijnloos. Alleen ja, kan je natuurlijk wel gewoon wat voelen. Het kan wat gevoeliger zijn. Maar ja, het doet zeker geen pijn. Dus dat is echt super fijn. Oké, ik zit in de auto onderweg naar kantoor. Helemaal chill. Echt. Ik vind het zo chill. Ik heb letterlijk, ik was gewoon echt verbaasd, deze week één keer, deze maand, of intussen alweer verder, want ik heb het verplaatst omdat ik ziek was, gewoon één of twee keer mijn oksels geschoren. Gewoon in een paar weken tijd. Dus dat is niet normaal. Dus helemaal chill. Echt zo blij mee. En echt hele fijne service. En ik vond het gewoon helemaal chill en op je gemak. Dus dat is heel fijn. Oh, ik rijd nu bij het Leidseplein. Hier is altijd drama, jongen. Maar goed, ik ga nu gezellig naar kantoor. Lekker gezellig lunchen. En ja, wat is dit nou? Joh. Ik word hier zelf niet goed van. Nou, ik ben weer gezellig hier op kantoor. Yeah. Woe! Lekker lunchen met de girls. Yes. Yummy. Oké, mijn haar is echt tering vet. Godver, ik word er niet goed van. Ik wil eigenlijk vandaag pasfoto maken. Misschien ga ik dat nog wel doen na het sporten. Maar ik ga nu dus eerst sporten. Ik heb een hele grote stoel in mijn achterbak. Want die stond nog op kantoor. Een hele chille bureaustoel. Ik ga nu naar huis. Ik moet een beetje snel zijn. Omkleden. Sporten. Je... Nou, ik heb net even heerlijk gesport. Ik ga nu nog heel even aan mijn afstudeervoorstel zitten. En dan ga ik hem iets meer ready maken. En... een pasfoto laten maken. Helemaal gelijk. Maar moet morgen moet ik paspoort weer aanvragen. Geregeld voor die kleine kutdingen. Oh, het is inmiddels alweer 10 uur. Ik heb een hele vlog edit.
Dus daar ben ik lekker klaar mee. Dat is top, top, top. Ik ga nu lekker douchen en mijn haar wassen. En morgen ga ik dus pasfoto's maken. Volgens mij kan dat dus ook bij het gemeentehuis. Soms is dat een beetje kut. Volgens mij kan dat dus ook bij het gemeentehuis. Dus ik ga er maar gewoon van uit. En anders... mij pakt. Nee. Heb ik pas nog een foto gemaakt? Volgens mij niet. Volgens mij echt 5 jaar geleden of zo. Ja, dat moet wel. Oké, ik ga lekker douchen. Goedemorgen allemaal. Het is woensdag. Ik ga mijn nagels laten doen, want ze zien er niet meer uit. Helemaal uitgegroeid. Oh, ik moet de bocht maken. Ik moet de bocht maken. Daarna ga ik mijn pasfoto laten maken en mijn paspoort aanvragen. That's why I'm so fleeky. Ja, gewoon helemaal klaarmaken voor een pasfoto. Kijk, je ziet mijn nagels. Heel lelijk. Oké, okay, ik moet hierheen. Ja, jongens. Nou. Oké, okay, maar het is echt pleuris weer. Holy moly. Maar ik ga lekker mijn nagels doen. Love it. Oké. Okay. Ik heb heel leuk mijn nagels laten doen. Hopelijk zie je het. Kijk hoe leuk. Overal een swirly met een ander leuk fel kleurtje. Helemaal blij. En ik heb net een pasfoto laten maken. Die zal ik zo meteen laten zien. Ik wilde net ook even mijn scootersleutel laten bijslijpen. Want ik ben er dus één keer uitgeraakt. En toen zei hij, ja, het lukt niet. Dus ik dacht van, hoe kan dat niet lukken? Want de vorige keer was ik er ook geweest en toen lukte het wel. Maar goed, nou, nu zullen we mijn vader bellen. Die weet vast wel een ander adres. Kijk jongens, dit is mijn pasfoto. Het valt me nog mee. Het valt me nog mee. Nou, prima. Ik ga nu lekker mijn paspoort ophalen. Kijk hoe leuk mijn nagels zijn. I love it. Zo jongens, ik ben weer thuis. Ik heb lekker geluncht. Ik was even langs stan geweest. Want ik was toch bij hem in de buurt. En ik ga nu lekker werken. Voor degenen die mij echt altijd kijken, die kennen het waarschijnlijk al. Maar degenen die nieuw zijn of wellicht niet de video hebben gezien waarin ik dit vaker heb verteld. Wil ik jullie eigenlijk vertellen over Hadza. Ik heb het volgens mij nu al 2 keer over gehad. Maar ik gebruik het echt veel vaker. Het is echt super handig. Het is eigenlijk gewoon een soort je online shopping buddy. Het is een platform waar eigenlijk alle websites op één komen. En je een verlanglijstje kan maken van al jouw favorieten. Maar je kan het ook delen met anderen. Dus je kan ook bijvoorbeeld een gezamenlijke verlanglijst maken. Dus het is echt super chill. En ze hebben een paar nieuwe updates. Wat heel erg fijn is. Ik ga het jullie laten zien. Dit is mijn Hadza account. Je kan me volgen. Het zou gezellig zijn. Ik heb hier travel, kleding, make-up. En ja, hier kan je dus eigenlijk gewoon een nieuw bord aanmaken. En ik wil heel graag een nieuw bord. Nou ja, hier maak je dus het bord aan. Met een interieur wil ik dus een nieuw bord maken. Je kan 3 opties heb je voor het bord. Inspiratie, vergelijken en verlanglijstje. Verlanglijstje kan je bijvoorbeeld ook een budget aan toevoegen. Mensen toegang geven met een link. Dus dan kan je gewoon een gesloten bord houden voor je vrienden of je ouders. Maar voor mij wordt het gewoon inspiratie en iedereen mag hem zien. Heb je dus een nieuwe optie waarin je een productgroep kan maken. En dit kan je bijvoorbeeld doen als slaapkamer. En zo hou je het eigenlijk veel meer georganiseerd. Badkamer. Woonkamer. Keuken. Nou, super chill. Dan heb ik ze hier staan. En nu ga ik lekker kijken tussen de producten. En lekker alles in plaatsen. Ik vind het zo heerlijk. Het is eigenlijk gewoon een soort Pinterest. Maar dan veel handiger, want je kan dus direct bestellen. Wil je nou inspiratie opdoen, dan kan je dus in de zoekbalk interieur typen. En dan in plaats van producten, gebruikers, kan je dus op bord klikken. En dan kan je dus iemand anders bord over interieur terugvinden. Dus dat is ook heel handig, dat zoekt wat makkelijker. Ik vind deze spiegel echt heel gaaf. En nou ja, het voordeel aan dus aan Hadza is, je ziet hier meteen waar je hem kan kopen. Je kan op bekijken klikken en dan krijg je hem dus meteen te zien op bol.com. Echt heel handig dus. Wat verder dus ook mega chill is, is dat ze de kortingen op hun website laten zien. Dit zijn bijvoorbeeld producten die ik heb opgeslagen. En als ik Hadza open, krijg ik hier meteen te zien van, yo, die is in de korting. Dus dan kan je erop klikken.
En meteen bestellen. Verder krijg je ook een notificatie-update als er een product hebt die je ergens in een bord hebt staan. De prijs is gedaald. Dus dat is ook dat je denkt van, kan je een verlanglijstje maken van ik wil dit en dit en dit. Ik wil een treatment zelf. Maar ik ga verwachten dat het in de korting is. En dan krijg je dus een melding dat het in de korting is. Dus super chill. Wil je het allemaal zien? Check out my link in de bio. En dan kan je het zelf zien. Een account maken en zien hoe makkelijk en chill het is. Oh, het is vandaag. Nou, het is donderdag. Holy shit, joh. Het is best wel mooi weer. So I'm very, 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 very happy about that. Het is al bijna 2 uur. Ik heb vanochtend fucking al uitgeslapen in Stan. Ik zie er ook gewoon niet uit. Ik lijk wel echt. What the fuck is dat? Dit was heel awkward. Ik ga niet even. Oké, ik ben in ieder geval aan het werk. Kijk mijn nieuwe bureaustoel. Hoe chill. Van Flexispot. Hier komt nog een uitgebreide review van. Maar I freaking love it. Ah, is het zo chill? Oké, ik ben in de sportschool. Ga lekker sporten. Yo. Daar is Nien. Wee. Alrighty, het is inmiddels avond. Waarom is het beeld zo groen? How weird. Ik heb me bijna opgemaakt. Ik moet alleen mijn wimpers nog doen. Alleen willen niet meewerken. Ik heb een event van Heineken. Ze hebben namelijk een nieuw drankje. Heineken Silver. Het is een soort, denk ik, een soort Amstel Bright. Maar dan van Heineken. Ik weet niet of ik dit mag zeggen. Competitor, maar I don't care. Ik heb mijn haar even gesteld. Leuk topje aan van Shein. Daaronder een mooie ballet van Lounge. En deze broek van Chiquelle. Heel erg leuk. En schoenen van Naked. En ik doe mijn Nuno bag erbij. Hoe leuk. Ik ga er gezellig heen met Anne, dus dat is helemaal gezellig. Dus ik ga even mijn mascara afmaken. En dan is Anne er denk ik al. Nou, ik ben met Anne. En we zijn daar. Ik heb haar gezegd. Ja, we gaan naar een event van. Ja, dat heb ik gezegd trouwens net. Toppie. Nou jongens, waar zijn we beland? Het is wel heel lang, ja. Zo statief neerzetten en dan laten. Ja, eigenlijk timelapse. Maar ik ga even zeggen dat we bij de Mac bij de McBung zijn. Ik ga het langs nog hebben. Ja. Annapen. Frietenke. Waar is die? Oh ja. Dan hebben we allebei een cheeseburger. En ik heb chicken tenders en ze verkopen die. Per 2. Zo, zijn moet ook groot. Nou, we rijden lekker. Ik wil het nog even. Jongens, we waren op het event. Het was zo fucking leuk. Niet normaal. Het was gewoon heel gezellig.
Ja, dat was echt heel gezellig. Echt een leuke vibe. Ja, I love it. Helemaal leuke avond. Jullie horen wel. Helemaal lekker. Nee, lekker eten. Morgen lekker fris, lekker sporten. Lekker weer gezellig. Ja. Nou jongens, het is 1 uur. Ik ben lekker thuis. Helemaal nuchter, helemaal chill. En het was fucking gezellig. Helemaal skincare gedaan. Helemaal nat. Van deze chille gezichtslotion spray. Van Dot Grocery. Fucking chill. En dan voel je weer helemaal fris vrijdag. En nu ga ik lekker een beetje in en slapen. En love it, morgen lekker fit wakker worden. Oh my god, ik wil het echt vaker. Hallo allemaal, het is alweer vrijdag. En ik heb al gesport. Heerlijk op jullie gesport. Helemaal chill. En ik ga nu lekker douchen. En dan vanavond ga ik naar voetbalwedstrijd van Volendam. Want Daan, een vriend van Nina, is er altijd een soort kaarten voor. Helemaal leuk, gezellig, gaan we met het groepje heen. Dus gewoon lekker eten en zuipen. Ik wil eigenlijk niet zuipen, maar we gaan het even zien. En morgen ga ik naar een festival. Helemaal zin in. Naar Joy. Opening in Bloemendaal. Helemaal leuk weekend. Can't wait. Oh, ik ben heerlijk lekker gedoucht en al. Skincare. Lekker chill poekje van Lounge. Ik heb mijn nagels gelakt. En een super schattig kleurtje. Hoe leuk. En ik ga nu even eten. Ik zit echt mijn app zo komen. Woe, 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 woe. Ik heb trouwens weer een mega leuk pakketje ontvangen van Chiquelle. Met echt fabulous items. Echt zo benieuwd hoe ze staan. Waar liggen ze nou? Ja, daar. Ze hebben zoveel leuke nieuwe dingen. Echt allemaal met kleurtjes. En leuke felle kleurtjes spelen. Echt helemaal in op de trends. Ik dacht echt gewoon, ik mocht 6 of 8 items. En ik dacht, ik wil dit, ik wil dit, ik wil dit. Ik was gewoon binnen een minuut klaar. Ik dacht, ik wil dit allemaal. Of course heb ik ook weer mijn welbekende kortingscode Sarah20. Dus wil je nou wat bestellen, check de links in de beschrijving. Items staan er en kortingscode Sarah20. En allebei mijn ramen staan open. Het is tering koud. Toch een beetje of zo. Oké, ik ga even alle items aandoen. Ik heb by the way door mijn nieuwe kledingrek hier echt zo'n perfect steentje voor mijn vlogcamera. Echt super chill. Lekker licht in mijn face. Zo. Als eerst deze fabulous broek. Echt. Ik heb zo weinig goede broeken. Dus ik ben echt op zoek naar goede broeken. Ik heb deze in maat 38. En kijk hoe mooi die zit. Ik vind hem zo leuk. En aan de onderkant is hij dus flare. En heeft hij allemaal van die rafeltjes. Ja, ik heb hem dus al aangehad. Dus daarom ziet hij er zo uit. Maar ja, hoe leuk gewoon. Ik vind hem zo mooi zitten. En dan met zo'n top erop. Dat is toch helemaal amazing. Ik vind het echt geweldig. Dit is zo leuk. Echt, I love it. En dan aan de achterkant ziet het er zo uit. Dus ook echt mega mooi. Wat ik dus wil. Ik heb ook deze mega leuke trui. Deze ga ik denk aan doen op Koningsdag. En daaronder gewoon een lekker toppie. Maar als je over straten loopt, je gewoon een leuke trui aan hebt. Kijk hoe leuk. Ik vind deze trui zo leuk. Oh, nu zie je nu wel dit eronder uit. Echt een super leuke trui. Lekker oversized. Heerlijk. Helemaal chill. Echt een super leuk kleurtje. Met die beige ook. Echt heel leuk op deze broek. Dus deze. Dan deze oranje top. Deze kan trouwens ook echt vet leuk zijn voor Koningsdag. Om eronder te doen, zeg maar. Dat als je... Ik ga namelijk gewoon Amsterdam in. Zo, je gaat gewoon een kroegje in of zo. Dat je je trui uitdoet en dat je zo'n topje aan hebt. Heel leuk ook. Echt heel mooi. Nou, dat is toch helemaal leuk voor Koningsdag. Ik vind dit echt heel leuk. En dan met die trui erop... Oranje tasje. We zijn helemaal lid. Dan deze leuke zwarte blouse. Deze is een beetje luchtig. Hele diepe spleet. Dus ik denk dat je hier boobtape onder moet. Ik heb nu een BH, maar dat ga je toch wel zien. Maar ook echt mooi. Zit helemaal goed. In het zwart dus. Helemaal chill. Leuk. Ja, dit vind ik echt heel leuk voor het uitgaan. Echt love it. Liefst doe ik het dit weekend aan. Misschien doe ik dat ook wel. Dan dit witte korte broekje. Hoe leuk is deze? Deze is echt geweldig. Oh, je hebt ook een zakje. Maar dit is echt zo'n ja, heerlijk broekje voor in de zomer en in de lente. En hij zit ook echt mooi aangesloten op mijn middel. Hij hangt niet echt naar buiten of zo. Dus dat is ook heel fijn. Je zou er zelfs nog een riem omheen kunnen doen. Maar dit is echt gewoon zo'n leuk broekje. Wat voor altijd goed is eigenlijk. Vind ik ook wel heel erg leuk staan met deze zwarte top eigenlijk. Wat lijk ik bruin al. Ik vind het echt bizar. Hoe kan dat nou weer? Zo'n mooie slijting aan de bovenkant.
Hier ga ik echt zoveel aan hebben. Love it. En dan de laatste twee items zijn dit super leuk topje. Gewoon lekker in een roze vel kleurtje. Eigenlijk overal leuk op. Altijd goed. Heerlijk om lekker te combineren met een roze tasje of zo. I love it. En dan dit super leuke broekrokje. Hij zit ook echt perfect. Het is dus van achter eigenlijk een broekje. Het is ook gewoon een broekje. Maar van voor heeft hij dus zo'n flapje. En dat maakt het dan net even wat leuker. Of wat speelser of zo. Voor als rokje. Dus helemaal leuk. En ik dacht ook leuk om met te combineren met mijn nieuwe Dr. Martens. Oh, ik heb dus witte Docs van UPR gekregen. And I'm in love. Echt hoe geweldig. Zien deze eruit. Dit is toch niet normaal. Dit is zo leuk voor de zomer en de festivals. Dit is echt te leuk. I can't. Helemaal happy. Oké, het is inmiddels 5:00. Ik heb me helemaal ready gemaakt. Ik ga dus naar Volendam Stadion. Voetbalwedstrijd kijken. Lekker eten. Ik ga dus boppen, dus ik kan niet drinken. Beter voor mijn health, want ik heb morgen druk zat. Dit is de outfit of the day. Deze leuke trui van Refined Department. Blazer van Naked. Deze fabulous broek van Chiquelle. Ik ben helemaal obsessed. Hij zit echt super chill en hij is flared. En dan deze sneakers van Naked. En dit tasje van Naked. Tassie van Naked erbij. Helemaal leuk. Nou, de meiden zijn in het voetbalstadion. Hey Jota, Bart. Bart. En leuk. Bart, spons. Gewoon echt leuk ook. Ja. Echt gezellig. Gewonnen! Wow! Gewoon te zien, jongens. Wat een wedstrijd. Wat een wedstrijd. Ik vind het helemaal goud. Normaal. Helemaal. Laatste minuut nog 3-1 gemaakt. Wat een mooie. Helemaal goud. We gaan nu de dijk op. We gaan zuipen. En tegen Jongens Utrecht. We zijn helemaal Oh my god, mijn haar is ontploft. Maar goedemorgen, het is zaterdag. En ik ga vandaag naar een festival. Zo lang geleden. Ik ga naar de opening van Joy in Bloemendaal. Dit is mijn outfit of the day. De superleuke broek van Tessie. Schoenen. Truitje. En ik heb eronder een heel leuk topje nog. Maar die kan je niet zien. Die ga ik nog uitdoen. Ga lekker opmaken en klaarmaken bij Nina. Dus daar ga ik nu heen. Helemaal gezellig. Gisteren was trouwens ook echt zo gezellig. Want Volendam had dus gewonnen. Dus het was helemaal een gezellig sfeertje daar. En we zijn nog even een kroeg in geweest. Maar ik was dus de bot. Dus ik ben helemaal fit vandaag. Super chill. Ik ga mijn spullen bij elkaar pakken. En dan ga ik daar Nien dus. Nou, de girls zijn helemaal ready. Ik heb mijn haar gesteld. Behalve mijn voorplukjes. Tegen de vlog. Kijk hoe mooi die meid is. Hallo dan. Heb ik mijn outfit al laten zien? Nee, dat moet je nu even doen. Ik weet het niet. Natuurlijk aan het vloggen. Ja. Jij denkt tegen wie praat. Zeg, kijk, laat Anne even flieke girl aan. Nou, dat valt mee. Nou, hallo. Kijk hoe leuk. Gewoon lekker al die blackie wacky haartjes dan. Helemaal pretty. Lekker festival. Het is inmiddels over zondagavond. Gisteren was echt tering leuk. Holy shit. Maar ik heb vandaag geen reet uitgevoerd. Dat is trouwens niet waar. Ik heb zelfs een mukbang geëdit en online gezet. En verder heb ik vrijwel gedaan. Ik heb lekker sushi gegeten. Heer in de Peerly. En ik ga nu naar Stanto. Ik zit ook in zijn auto.
Ik was vanochtend met zijn auto naar mijn huis gereden. Oh, lekker kauwgompje. In ieder geval ga hij lekker verstandig, ik slapen. Hij kon helaas niet mee eten. Misschien ik zou eten met mijn oma. Maar hij moet naar school. Hij heeft echt super veel deadlines en zo. Dat is echt kut. Maar goed, ik ga hierbij ook de vlog afsluiten. Want ik weet zeker dat ik bij Stan niet meer ga vloggen. En gewoon mijn nest in ga en lekker ga slapen. Dus heel heel erg bedankt voor het kijken. Ik vond het weer echt een super leuke week. Dus vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Op mijn kanaal te abonneren, te volgen. You know. En ja, bedankt voor het kijken. I love you. Ik heb meerdere van jullie gisteren ook ontmoet weer. Ik blijf het zo leuk vinden. En dan denk ik mensen zeggen vaak, ja, ik wil het vaker zien en ik wist niet op u af moest stappen. Meiden of jongens, stap altijd met me af. Want ik vind het alleen maar fucking leuk. Super gezellig. Het is juist leuk om gewoon een gezicht te zien waar je normaal mee praat. Of die je kijkt of die je like of whatever. Dus als je me ziet, doe het. Stap op me af, want ik vind het echt geweldig. En ik zou nooit raar doen of whatever. Dus ja, en stel het komt echt niet uit. Zeg van sorry, maar het komt nu echt even niet uit. Maar ik zou er eigenlijk wat voor open. Ik heb dat nog nooit gehad. Dus doei en tot de volgende keer.